Lieve zusters en broeders, jongmensen en kinders, lieve vrienden. Ons is vandaag bij die tweede zondag in Koninkrijkstijd. En kom ons begin die dienst in zijn naam. Dit gaan goed met die mens voor wie u uitkies en laat nader komen om in uw tempel te blijven. Laat ons die goede dingen in uw huis in oorvloed geniet. Die goede dingen in uw heilige woning. Lieve vrienden, omdat ons glo dat hij bestaan. Omdat ons glo dat hij in ons woon en hier teenwoordig is. Omdat ons dankbaar en blij is. Groet ons mekaar in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Geest. Amen. Lieve vrienden, as ons die Bijbelse boodschap zo opsom, dan is daar drie kernwaarheden van Gods woord. Eerstens, hoe groot my sonde en ellende is. Tweedens, hoe ek van al my sonde en ellende verlos kan word. En derdens, hoe ek 'n dankbaarheidslewe kan leef, omdat ek verlos is. En nou die tweede vraag is, waaruit ken ek my sonde en ellende? En die antwoord is, uit die woord van God. Paulus skryf in Romeine, uit die woord van God is die kennis van sonde. En in Romeine 3 vers 23 staan geskrywe, almal het gesondig en het nie deel aan die heerlijkheid van God nie. Romeine 3 vers 23. En daarom kom ons weer vanochtend en ons verootmoedig ons voor die Heere met hierdie woorde. Diep o God, diep neergeboe, staan ons voor die hoë reg in versla onvermoe. Hoe word ooit die saak besleg? Waar ons voor u skuldig pleit, o volmaakte heiligheid, wek u met u gees verzoening deur die heiland se voldoening. 1 Johannes 1 vers 9 sê, as ons ons sondes bely, God is getrou, God is regverdig om ons van al ons sondes en ongerechtigheid te reinig. Want die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van alle sonde. En as u vanochtend met verootmoedigheid, met een oop gemoed voor die Heere kom staan het, dan sê Paulus in Romeine 3 vers 21 en 22, maar nou het die vryspraak deur God waarvan die wet en die profete getuig in werking getree. Dit is die vryspraak wat nie verkry word deur die wet te onderhou nie, maar deur in Jesus Christus te glo. En almal wat met 'n berouvolle hart nou hulle toevlug na die Here geneem het, verkondig ek in die naam van die Here Jesus Christus, die enige God, Vader, Seun en Heilige Gees, vergifnis van sonde. Maar as jy in die sonde volhard en nie daarvan wil afstand doen nie, verkondig ek ook in die naam van die enige God, dat die oordeel van die Here
oor u sal rus, oor en u en my sal rus. Kom het, en kom nou dat ons geglo en belei het, ons skuld en sonde en die vrymaking van die Here ontvang het en weer met een oop gemoed na die woord kan luister en ook die week kan ingaan. Ek is vry, ek is vry, ek het die vryspraak van die Here uit genade is oor my uitgespreek. Ek kan met lof en aanbidding die Here loof en prijs. Kom ons belei saam met die kerk in hierdie wereld ons oprechte geloof in die Here. Ek glo in God die Vader, die almachtige skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die rechterhand van God, die almachtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergeving van sondes, die opstanding van die vlees en een ewige lewe. Amen. Kom ons lees die skriflesing uit Psalm 8 vers 1 tot 10. Psalm 8 vers 1 tot 10. Kom ons bid eers saam. O Heere, onuitputtelike bron van alle goeie dinge, ons eer u vir die gawes van die liefde. Gee dat ons u woord hoor met die oprechte begeerte om te ontvang wat dit beloof en te gaan doen wat dit van ons vra. Graveer u woord nie net in ons verstand nie, maar ook in ons harte. Verander ons deur die Heilige Gees om al hoe meer aan die beeld van u Seun gelijk te word. Ons wil ons verwonder aan die heerlijkheid, terwijl ons in die helder spiel van die evangelie kyk. Amen. Ek lees in die overtaling van die Bijbel, Psalm 8, van die muziekleier op die getiet, Psalm van David. O Heere, onse Heere, hoe heerlijk is die naam op die ganse aarde. U wat u majesteit geleid het op die hemele, uit die mond van die kinders en die zygelinge het u sterkte gegrondves, om u teenstanders ontwil, om die vijand en wraakgierige stil te maak. As ek die hemel aanskou, die werk van u vingers, die maan en die sterre wat u toeberei het, wat is die mens dat u aan hom dink, en die mens kind dat u hom besoek? U het hom een weinig minder gemaakt as een goddelike wese en hom met eer en heerlijkheid gekroon. U laat hom heers oor die werke van u hande. U het alles onder sy voete gestel, skape en beeste, die almal en ook die diere van die veld, die voels van die hemel en die visse van die see, wat trek deur die paaie van die see. O Heere, onse Heere, hoe heerlik is u naam op die ganse aarde. Dit is die woord van die Heere. Gelukkig is elkeen wat die woord hoor, en nog gelukkiger is diegene wat daar volgens leef. Ons thema by hierdie geleentheid is, wat is die mens? Die raaisel wat ons vir ons self geword het. Wat is die mens? Die raaisel wat ons vir ons self geword het. Dit word vertel van ene William Beebe, een wetenskapelike wat eenmaal saam met president Teddy Roosevelt na die sterrehemel gestaan en kyk het.
Die telescoop is op een dowe lichtkolliekie in die linkerhoek van die groot vierkant van die Pegasus gerug. Terry, dis die Andromeda. Dis so groot soos die Melkweg. Dis een van 100 miljoen dergelijke melkwegstelsels. Dis 750.000 ligjare weg van die aarde. Hierop het president Teddy Roosevelt om onderbreek met die woorde: "Staak dit, baby. Ek voel nou klein genoeg." Is dit nie so as jy na die sterrehemel kyk? Jy nie ook wil uitroep nie, ek voel nou klein genoeg. God, groot genoeg. Ek voel klein genoeg. En God, groot genoeg. Verlede Sondag, 7 Junie 2020, het ons drie eenheid Sondag gevier. Reeds vanaf die eerste eeuwe het die kerk die drie eenheid as die groot werkelijkheid, die landskap waarbinnen ons leef belei. Die werk van God, die Vader, die Seun en die Heilige Geest is die ruimte waarbinnen alles ontstaan het. Leef en waarin die werkelijkheid van sy eindbestemming gelei word. Die skeppingsverhaal van Genesis 1 speel een belangrijke rol in hierdie geloofsoortuiging. Niks het buiten God om nie, en alles wat is, het die oorsprong daarvan in God. Genesis 1 is een dichterlijke tekst met twee opmerkingen. Dit bring lof, eer en erkenning aan God als die oorsprong van alles. Dit is een loflied van wat God prijs vir die groot en wonderlijke wijze waarop alles dier hom geskapen is. Tweedens wil Genesis 1 ons oriënteer. Genesis 1 is soos een padkaart wat verduidelik wat die aarde van alles is. Hoe die wereld in mekaar steek en met wat er doel alles gemaakt is. Genesis 1 weet daar ook buiten God, dat ook daar ook buiten God sy volk ander skepingsverhale is wat die werkelijkheid probeer verklaar. Baie van die mededelings in Genesis 1 is kritiek of getuienis teenoor ander skeppingsmythes. Dat God onafhankelijk van die draars, die son en die maan, op die aanbidding van elkeen van ons staat maak. Dit bring my by ons tekst, Psalm 8. Wat een lof psalm is. Wat die verskil tussen die grootheid en die skeppingsmag van God en die nietigheid van die mens wil beklemtoon. God stel nietige mense aan om namens hom oor die skeppings te heers. In die donkerte van die nacht sien die psalmis die wondertekens van Godse handewerk aan die skepsel en die uitspansel, juist terwijl hy in eensaamheid, dis nou die psalmis uitgelever is aan die rovers en die roofdiere,
wat in die beskutting van die nacht rond gesluip het. Die psalmdichter David ervaar klaarblijkelijk een van talle krisisse in zijn leven. En is intens bewust van die feit dat hij niet zelf in beheer van situaties is nie. Hij beseft zijn status en positie als koning van Israël is in die broosheid van zijn levenscrisis niet veel van waarde nie. Terwijl hij tegelijk met verwondering en eenzaamheid ervaart, heeft hij een behoefte aan gemeenschap, waarin die lof van die Skepper besing en waarin belei wordt dat hij alleen die bron van die rotsvaste zekerheid is. In Psalm 8 wordt die vraag gevraagd: wat is die mens? Omraam met een lofzang aan God. Verse 2 en 10. Herhaal het dit: Heere, onze Heere, hoe wonderlijk is die naam oor die ganse aarde. Die werkelijkheid van die Heerse majesteit en heerlijkheid is so allesomvattend, dat het ook door die kennis aangeneem wordt. In die twee opschriften wordt Davidse bedoeling duidelijk. Die vraag, wat is die mens, kan slechts beantwoord worden in lofprijzende erkentelijkheid aan God. Die mens wie zijn hart niet meer vastgegrepen wordt of nog nooit vastgegrepen is, die Skepper van alles nie, is in zijn hart vrij om aan andere dingen, mensen, ideeën vast te groeien. Op zodanige wijze dat al zijn vertrouwen, verwachtingen en liefde daarop gevestigd wordt. Hij maakt dan zijn eigen goede en wordt zelf tot maatstaf en uiteindelijk tot God. Wie niet erkent dat God die enigste levende God is niet, hom niet aanvaar als die bron en oorsprong niet, zijn eigen maat en plek niet ken nie, en staan op die punt om een eigen God te schep. Koning David vraagt die vraag: wat is die mens? Als hij echter voor God met die vraag worstel, is dit niet omdat hij groot en belangrijk is nie. David is maar te bewust van zijn eigen zwakheid, nietigheid en onvermoeien. Die Hebreeuwse woord wat hier voor mens gebruikt wordt, is niet die algemene woord Adam nie. Die Hebreeuwse woord Adam beschrijft eindelijk die mens in homself. Iemand wat zelfstandig bestaan en leven. Psalm 8 gebruikt een ander woord voor die mens, namelijk anoos. In hierdie Hebreeuwse woord komt die nietigheid, vergankelijkheid, broosheid van die mens tot uitdrukking. Wat is die mens dat God aan hem denkt? Die mensenkind dat God na hem omzien. Die mensenkind, sê die overtaling, dat God hem bezoekt. Dit is een moeilijke vraag om te antwoorden. Daarom heeft die oude kerkvader Augustinus uiteindelijk net zijn handen in die lucht gegooid en gezegd: ik het voor mijzelf een raaisel geworden. David heeft dalk die geheim van hierdie tergende raaisel goed verstaan. Die vraag: wat is die mens?
is vir David eindelijk niet zo moeilijk om te beantwoord nie. As hy ontdek dat alles oor die naam van God gaan, beantwoord kinders en seigelinge sy worstelvraag. Hulle besing die machtige werk wat God tot stand gebring het. Ja, kinders en seigelinge weet hoe broos en afhankelijk hulle van levensmiddelen is. Wanneer ons so smag na selfstandigheid en eie identiteit en ons status simbole vir ons belangriker word as Godse genade in ons leven, stuur God die kinders en seigelinge om ons te leer en te onderrig aangaande sy waardes. Hy dink aan die mens in verhouding tot God. Vir David bestaan die mens alleen, maar door die goedheid en genade van God. Daarom het hy met verwondering gevra, wat is die mens dat u aan hem denkt, die mens een kind, dat u naar hem omsien. Ook Job weet van die mens wat lewe door genade van God, als hij sê in Job 7 vers 17, wat is die mens dat u soveel van hem maak, dat u hom so op die hande, so op die hart dra. Die psalmdichter ontdek die volgende vier dinge. Eerstens, die mens is niks in vergelijking met die grootheid van die skepping en die hemel en die aarde, die maan en die sterren nie. Maar die wonder van Godse genade is dat hy juist aan sulke mense dink. Tweedens ontdek die psalmdichter dat diezelfde mens wat niks is nie beklee een ereplek in Godse skepping. God het hom of haar net een bietjie minder as die hemelwesens gemaakt. Hy kroon hom of haar met aansien en eer. Hy maak ons nietige mense konings. Daarom wil die psalm me sê, is ons, ek en u, tegelijkertijd nietig, machtig, klein en groot. En het derde ontdekking waartoe die psalmdichter kom is, God gee aan die mens mag. Maar dit is nie onbeperkte mag nie. Hy stel ons aan as konings, ons regeer op sy gezag. Daarom spel die dichter die grens van ons mag uit. Teenoor die onbegrensde mag in die hemel en op die aarde strek menselijke mag met net oor die diederijk, oor dit wat ons nodig het om te van leef. Vierdens sê hy ook, God hef nie die mens op nie, maar beklee hom of haar met verantwoordelijkheid en mag. Die Oude Testament het een skerp ontwikkelde besef van hierdie karakter van mensheid. Binnen hierdie denkraamwerk is die aarde die middelpunt van die heelal en die mens die middelpunt van die aarde. Hierdie mensgecentreerdeheid is die uitvloeisel van een waarlijke God gecentreerde theologie. Daar is geen menselijkheid mondelijk buiten die verhouding met die skepper nie. Ten slotte, tans beleef mense die wereld is veranderlik, onvoorspelbaar en selfbedreigend. Vir baie mense is die gevaar daar buiten en daarom moet ek voorzichtig wees. Deur die eeuwe het verskeie plaag Godse skepping getref. Iets is duidelik nie reg nie. Iets het verkeerd geloop en benodig verlossing en herstel. Vir die moderne levensgevoel, die skepping, in elk geval
nog voor corona, gevaarlijk en bedreigend. Psalm 8 het een wonderlijke boodschap voor elk een van ons. Ons is speciaal in die oor van God. Aan die ene kant niks werd zondaar, maar toch ook kind van God. Dit beklemtoon dat die schepping Godse eigendom is. Dit behoort aan hom. En ons is deel daarvan met een bepaalde positie daarbinnen. Lieve vrienden, lieve broers en zusters, lieve jongmensen en kinders. Die mens is door God aangesteld om die schepping te verzorgen. Eerst die mens wat zijn schepper ontmoet heeft, in een geloofsverhouding met hem staan, en een verhouding met God over die werk van zijn handen heers, kan werkelijk praat van die identiteit van die mens. Hij kan samen met David die wonder van die mens besing, omdat die wonder van God zijn liefdesverhouding hij of zij ontdekt het. Ons troost is dat God een goede wereld geskep het. Hierdie wereld is gebreek die menselijke ongehoorzaamheid. Maar God is niet klaar met die wereld wat God aan die begin goed geskep het. Zelfs al is die wereld stikkend en diep gebreek, is die wereld steeds goed. Daar is een Negro spiritual song wat soos volg lei. He's got the whole world in his hand. He's got a tiny little baby in his hand. He's got you and me in his hand. Wat is die mens? Die mens wat voor homself een raaisel geworden het. Kom ons bid saam. God voor ons, ons noem U Vader, God bij ons, ons noem U Jezus, God in ons, ons noem U Heilige Geest. U is die eeuwige geheimnis wat bemachtig, toevou, omarm, insluit en alles tot leven wek. Ook voor ons, ook voor mij. Elke naam schiet ver te kort om uw grootheid en grootsheid te omvat. Ons kan slechts door die wat bestaan zien hoe u is. Ons bid dat ons oor vir 'n volkome kyk geopen word, soos dit in die begin was, so ook nou en tot in ewigheid. Ontvang met bidende harte die seën van die Here, en nou mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God die Vader, die troostvolle gemeenskap van sy Heilige Gees, met u allemaal wees en bly, van nou af tot in ewigheid. Amen.